leukste is om van niets iets te maken. En je begint vaak met een zaadje of stekje. En daar moeten dan uiteraard worteltjes aan gekweekt worden. En vanuit daar ga je snoeien en de plant opbouwen tot een plant verkoopbaar voor de consument. Wat je nu gaat zien is een van de meest duurzame en authentieke kwekerijen van Nederland. We zijn vandaag te gast bij kwekerij Gebroeders Jonkers, gedreven hortensia kwekers met een missie. Rob, je komt uit een echte kwekersfamilie en het is je letterlijk met de paplepel ingegoten. Ja, je hebt heel veel verschillende soorten planten, maar vooral hortensia's, hè? Ja, driekwart van onze kwekerij bestaat uit deze teelt, waardoor we onze kwekerij mooi rendabel kunnen maken. Terwijl veel kwekers nog aarzelen met de omschakeling naar een volledig duurzame productie, zijn deze mannen al jaren volop bezig met de ontwikkeling van een zo groen en gifvrij mogelijke werkwijze. En met succes. Ja, wij proberen de plant weerbaarder te maken, zodat hij minder gevoelig is voor ziekte en plagen. Daardoor hoef je ook geen chemie te gebruiken of nauwelijks. En wat maakt deze hortensia nou zo bijzonder? Het is een boerenhortensia. Die bloeit zowel op 1 als 2-jarig hout. Dat wil zeggen dat, dat je hem kunt snoeien, in februari snoeien, waardoor hij hetzelfde jaar weer uitloopt en ook weer bloemen geeft. Precies, je hebt bij de consument nooit meer de verwarring van is het nou een Annibel of een boerenhortensia, is het 1 of 2 jaar hout. Nee. Je kan gewoon eigenlijk geen kwaad doen. Nee, gewoon 20, 25 centimeter hoogte vanaf de grond volledig afsnoeien. Nou is het best wel lastig om planten in de markt te zetten, althans te zorgen dat ze goed aan de man worden gebracht. Maar daar heb jij iemand van aangenomen, hè? Ja, klopt. Wij zijn goed in kweken en andere mensen zijn we goed in spullen aan de man brengen en marketing. Dus daar hebben we iemand anders voor in de arm genomen. Michael, jij helpt Rob bij het verkopen van de planten. Hij is de kweker en jij bent de marketingman. En dat is wel een unieke combinatie. Ik heb een hele andere achtergrond, zit pas 1,5 jaar in het groen. Ik probeer het verhaal te vertellen van de hortensia aan de consument. Alleen, het kan ook beter en het kan ook anders en het kan ook meer geïnnoveerd. En dat is waar ik mijn eigen dag dagelijks mee bezig hou. Wat vreemd, we hebben gewoon openbaar groen. We hebben de zogenaamde boerenhortensia. Het is bijna een cultureel erfgoed. We hebben molens, we hebben klompen, we hebben kaas. Maar de boerenhortensia is verdwenen uit het landschap. Dus we hebben een nieuwe lijn opgezet. Eigenlijk voor landscaping, dus voor het openbaar groen, voor de openbare ruimte. Waarin we met dit duurzame product ook dat cultureel erfgoed van de boerenhortensia terug willen brengen in het Nederlandse landschap. Het zijn behoorlijke hortensia's zo. Ja, dit is een voorraadje voor volgend jaar. En wat ik je net vertelde, we hebben voor het openbaar groen een nieuw segment waar wij absoluut toegevoegde waarde zien met het product. Het openbaar groen, ja. Landscaping. Ik denk dat de gemeente er wel blij mee zijn, want je hebt weinig onderhoud, weinig onkruid. Je klebelt in het voorjaar. Gemechaniseerd snoeien in het voorjaar, inderdaad onkruiddrukkend. Ja, de boerenhortensia, het hoort gewoon in het straatbeeld van Nederland. Kijk, dat noem ik nou een voorbeeld van een mooi, innovatief en duurzaam product met liefde gekweekt door de kweker en aan de man gebracht door de marketeer. En ik heb een mooi bloemetje voor mijn moeder.